De vijfde online registratie voor COVID-steun begint vandaag en zal 7 dagen mogelijk zijn. Minister Reshma Kuldeep-Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken maakte via een videoboodschap bekend. De bewindsvrouw gaf aan dat er slechts in de eerste week van elke maand geregistreerd kan worden. Daarom dat we heel veel klachten krijgen dat de link niet open staat. Nee, de link is gesloten. De periode vanaf 7e van de maand sluiten we de link en we maken het weer open op de 1e van de maand. Ik wil u wel informeren waarom wij dit doen. Omdat wij we hebben nog de selectieprocedure. We moeten het nog doorsturen naar het ministerie van Financiën om de gelden over te maken. En we moeten wat ruimte hebben voor de mensen die geen bankrekening hebben. Daar helpen wij bij het openen van een bankrekening. Ik wil u ook aangeven dat er heel wat onvolledige registraties zijn. Dat wil zeggen dat mensen niet de juiste informatie invullen of niet de juiste documenten uploaden. Ik wil u van hieruit vragen dat wanneer u in problemen komt met het registreren, dat u altijd kunt bellen naar het ministerie. Belangrijk is dat u moet weten is dat wij ook telefonische registraties doen. Dat wanneer u niet kunt registreren zelf, dat u belt naar het ministerie. En als u niet genoeg beltegoed heeft, geeft u aan, kunt u mij terugbellen voor de registratie. Wij bellen u terug en wij registreren u telefonisch. De bewindsvrouw zegt dat geregistreerden die niet in aanmerking zijn gekomen voor de steun, zich weer kunnen registreren. Ze moeten dan wel de juiste documenten overleggen. Ik heb hier bijvoorbeeld de informatie dat ik bijna 300 tot 300 mensen heb, werklozen, die geen bankrekening hebben, maar ook hun documenten niet aanleveren voor ons. Hetzelfde ook met bijna 250 bedrijven, kleine bedrijven, die informatie niet voor ons aanleveren, waardoor we dat geld niet voor u kunnen overmaken. Dus ik wil u vragen, ik wil een deadline stellen voor de mensen, als u luistert, dat u binnen 2-3 weken tijd uw juiste documenten uploadt, uw juiste documenten voor ons opstuurt, dat wij dan de juiste procedure kunnen inzetten zodat u uw geld kunt ontvangen. Een ander belangrijk punt is dat deze registratie niet is bedoeld voor degene die zich al reeds hebben geregistreerd en die in aanmerking zijn gekomen. Dus als u zich in februari, maart, april of mei al heeft geregistreerd en u bent in aanmerking gekomen, hoeft u zich niet meer te registreren. U bent dan al eenmalig geregistreerd. Tot zover minister Reshma Kuldeep-Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Mensen die zich tijdens de vorige regering hadden geregistreerd, worden gevraagd dat opnieuw te doen, omdat het bestand vervuild was.